Nou, ik ben in Delft. Een mooie dag. Studentenvereniging van Giel. Groot gebouw. Ik ga eens kijken in deze moeilijke coronatijd hoe hun nou hier met die coronaregels omgaan. Kijk, de entree is wel mooi, hè? Groot gebouw. Lekker overal die studenten fietsen. Daar hou ik van. Eens kijken. Goedemiddag. Hey, nou, welkom. Eerst kijk, even deze doen. Kijk, dat is een mooie ontvangst, hè? Ik ben Wessel. Zeker in deze roerige tijd. Hè? Ja, het is natuurlijk allemaal anders vandaag. En welkom op Vergiel. Ja. Kom binnen. Hey, maar wat een bizar pand, man. Ik kom aanlopen en denk zo. Ja, nou, het is, we zitten hier met 2000 leden. Ja. En zoals je kan zien zitten we in een oud klooster. Dat hebben we eigenlijk, zitten we zo'n 50, 60 jaar zitten hier al binnen. En hebben het eigenlijk helemaal omgebouwd tot een studentenvereniging waar je dus kan borrelen en kan eten. En eigenlijk alles kan doen waar je zin in hebt in je studententijd. Gaaf, man. Hey, ik ben nieuwsgierig. Ik wil alles zien. Oké, kom binnen. Ja, top. Ja, dan kom je eigenlijk aan en zie je eigenlijk alleen maar studenten fietsen staan. Dan denk je, oké, ik ben goed gearriveerd. Dan klop je netjes aan op zo'n hele ouderwetse deur. Lijkt wel een soort kathedraaldeur. En toen deed een van die jongens open. En die verwelkomde me. En die zei, joh, Rob, welkom bij onze vereniging. Ik wil je graag een rondleiding geven. Nou, dat laat ik me natuurlijk geen tweede keer zeggen. Dus daar word ik nieuwsgierig. Ik had een witte jas bij me. Nou, en dan kom je eigenlijk in een hal terecht. En vertelde hij ook eigenlijk dat het eigenlijk een klooster is geweest. En dan zie je eigenlijk een heel mooi apart gebouw met hoge muren. Echt heel akoestisch, heel mooi. Ja, en toen de keukendeur open ging, toen dacht ik echt, wauw, dat kan niet waar zijn. Nou, beginnen we hier. Zo, je ziet er lekker uit. Ja. Kijk, dit is eigenlijk een deel van de keuken. Daar kan menig horecazaakje loser zijn. Ja. Nou, we zijn hier eigenlijk elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kan je hier eten. Dus je kan hier met je studentenhuis eten of met je jaarclub. En gemiddeld op elke dinsdag dan eten hier wel toch wel 500 à 600 Vigilianen. Zo dan. Dus we hebben ook twee koks in dienst en het is eigenlijk allemaal geregeld. Ja. Echt hartstikke luxe. Ja. Ja, zeker omdat je niet misschien elke dag zin hebt om zelf wat te maken, dan kan je hier altijd terecht. Hey, keuken. Ik heb bij me die jas, daar gaat wel aan, hè? Snap je ja, uit? Ja. Dus, maar wel gaaf zeg, hey, dat je. Ik heb nou één deel van de keuken gezien pas. Je mag heel trots zijn. Wat hier vooral ziet is natuurlijk de wasstraat. Dus hier gaat eigenlijk dus alle 500 bordjes komen hier zo doorheen. Ja. Dus dat scheelt wel dat je het niet allemaal andere studenten had hoeven te doen. Maar je vertelde, je hebt twee koks in dienst. Ja, twee koks. En jullie assisteren die koks dan met de opruimen of hoe gaat dat? Die koks zijn eigenlijk de hele dag aan het voorbereiden om de maaltijd klaar te maken. Dus ja? Die doen het echt met z'n tweeën. Ja. En de studenten die helpen dan met hun eigenlijk de borden op te halen en hier door de wasstraat te halen en dan weer terug te leggen. Nou, dan ga je daar natuurlijk gelijk je witte jas aantrekken, want je denkt ja, de keuken. Dus sieraden af en witte jas aan. De handen waren al gedesinfecteerd. Die was gelijk bij aankomst stond hij al met zijn flesje klaar. Dus dat is was goed voorbereid. En zeker in deze coronatijd moeten we geen risico's nemen. En dan ga je toch eens eventjes een rondje lopen met hem door de keuken om te kijken, joh, wat zien we allemaal. En dan zie je eigenlijk, het werd steeds mooier eigenlijk, joh. Je was van de afwaskeuken, loop je eigenlijk door naar de bereidingskeuken. Dan zie je grote ketels staan. Ik denk dat medige instelling jaloers is op zulke mooie ketels. Dus ja, eigenlijk was ik wel een beetje in shock. Positief. Hey, maar even serieus, hey. Dit is geen kattenpis. Nee, ja, dit zijn we vrij professioneel wordt het allemaal aangepakt. Het ziet er goed uit, joh. En eten staat hier dus eigenlijk vrij centraal. Ja. Dat het hier allemaal moet kunnen, dat je eigenlijk ook, als je een drukke dag hebt gehad met studeren, dat je eigenlijk snel, misschien een snelle appel eet en dat je dat hier gewoon voor echt een goedkoop prijsje kan doen en dan samen met eigenlijk al je vrienden hier gezellig kan eten. En gezond ook? Ook gezond, ja. Vegetarische maaltijden ook vaak. Ja. Toch een beetje duurzaamheid, wat ook op de hele helft natuurlijk vaak voorkomt, dat een beetje erdoor gepusht eigenlijk. En je kan ook op de website zien, dus wel in de gedurende de week, welke maaltijden er allemaal zijn. De keuken hoort ook de bereiding, vindt daar plaats. En hij vertelt ook een leuk verhaal, hè, dat je verschillende maaltijden hier kan kopen. Iets simpeler, maar ook wat luxe gerechten. Het gezonde wordt heel erg naar voren gehaald hier. Nou, dat vind ik ook een pre. Hij vertelde zelfs in zijn enthousiasme ook dat er twee koks gewoon in dienst zijn. Nou, hoe mooi is dat? Schoonmakers en daaromheen werd dan ook een team gecreëerd van studenten die dan ook de koksen hielpen met schoonmaken en met uitserveren.
Maar ik denk als nieuwe student, ja, loop je hier warm voor, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik. Denk Want ik, ook. Ik denk dat je echt niet weet wat je meemaakt, hè? Nee. Ik denk dat er heel veel mensen zo'n bepaald beeld, dat had ik eigenlijk zelf ook van heel studentenhuizen. Ja? Dat er een beetje skibby en waar ga ik terechtkomen? Maar als je dan dit ziet, is het wel een buitencategorie. Ja. Nee, het zijn niet dat hier aan een paar frituurpannetjes staan en dat het is. Nee. Ze wordt wel aan gewerkt om het eigenlijk zo comfortabel mogelijk te maken voor iedereen. Maar even kijken, handzeepie, jelletje, alles is er, joh. Ja. Het is wel lachen, hè? Ja, ik was natuurlijk best wel een beetje flabbergasted. Ik zeg, joh, waar is dan de eetzaal, waar het ook genuttig wordt? Nou, dan kom je eigenlijk in een hele grote balzaal terecht. Echt een lekker soort kasteelzaal. Ja, die lange tafels en het zat er gaaf uit. Nou Rob, hier zijn dus normaal staat het dus helemaal vol met tafels en ik ga je dus eigenlijk gewoon dineren. Hey, maar ziet er gaaf uit. Ja. Hey, hier kan je wel feestje geven. Hier inderdaad, hier tijdens de normaal tijdens de OB is hier dus, wordt het dus overdag gebruikt als eetzaal. Dan wordt het eigenlijk binnen een uur wordt het allemaal alle tafels weggehaald, gaat er een tapijt op en wordt een podiumpje gebouwd en is hier eigenlijk ook tot 's avonds laat feest. Ach joh. Dat is een beetje dubbele functie heeft het hier. Ja, ook het enthousiasme waar hij mee vertelde wat er allemaal gedaan werd. Hè. Er werden wel eens optredens verzorgd. En ja, er werd eigenlijk van alles gedaan. Hè. Een grote bar stond er natuurlijk. Hè. Want ja, in elke zaal of elke locatie waar hij mee naartoe nam, begon hij over bier. Weet je wel, dat is mooi. Bier staat centraal natuurlijk bij studenten. Maar het ziet er gewoon heel indrukwekkend uit. Als ik net zei, hierboven is dus de sociëteitszaal waar geborreld wordt. Dus ik geraad uit om even met mee te gaan te kijken. Tuurlijk. Oké. Okay. Ja, ook de sociëteitszaal, daar kan je iets van vinden. Maar het is gewoon gaaf. Het is gewoon het pand verras je bij elke zaal. En dus je komt elke keer eigenlijk in een nieuwe wereld terecht. En ja, ik denk dat de studenten die hier dan eigenlijk dagelijks rondhuppelen, dat ze misschien niet meer beseffen, maar ik denk als buitenstaander en zeker als nieuwe student en je komt hier, dat je echt wel even in de war bent in het begin. Dat je denkt, oké, ik heb hoop gezien, hoop gehoord, maar dit, ja, dat is wel grappig en dat had ik eigenlijk ook. Rob, dit is dus de hoofdzaal, de sociëteitszaal. Dat is ook gaaf, hè? Ja, dit is waar normaal geborreld wordt, waar ook feesten worden gegeven, eigenlijk van alles wat. Ja. Wat je nu ziet is dat er eigenlijk tafeltjes zijn neergezet op 1,5 meter, zodat je hier met 4 of met 6 vrienden nog een avondje kan zitten. Maar moet je dan nu loodjes trekken? Want ik neem aan dat het normaal veel drukker is. Ja, het is normaal veel drukker, maar het is nu een reserveringssysteem. Dus het is natuurlijk wel teruggedrongen in de capaciteit die we hebben. Mm-hmm. Want het kan hier ook redelijk vol staan. Daar is normaal gesproken dus het podium. En je ziet aan die haken ook dat daar het licht en geluid wordt opgehangen. Dat het echt een... Gaaf hoor, hey. Flink... Dat klinkt ook waanzinnig. Ja. Hier zie je de bar. Ook vrij belangrijk hier op onze studentenvereniging. Je ziet dat er nu zit 6 à 7 taps. Ja, is de bar wel belangrijk? De bar is belangrijk. Okay. Daar draait het allemaal een beetje om. Dat had ik niet verwacht. Nee, en hier worden ongeveer, 1 miljoen biertjes per jaar getapt. En wie tapt die biertjes? Jullie zelf gewoon? Dat zijn ook gewoon weer vrijwillige studenten die dan achter de bar staan. En de hele avond bier aan iedereen verzorgen. Grappig. En wie regelt dan bijvoorbeeld de inkoop voor de fussen zo? Dat wordt ook gedaan. Daar heb je ook weer een bepaalde commissie voor. Dus alles is hier in bepaalde commissies opgedeeld. Dus je hebt voor het bier en voor het eten. En je hebt ook een commissie die zich bezighoudt met het onderhoud van het pand. Dat zijn eigenlijk, zodat eigenlijk iedereen een beetje zijn eigen ding kan doen. Leuk. Dus dat werkt altijd. Super man. En wat betaal je nou voor een biertje hier? 80 cent. Hey. Hey, dat is lekker. Ben je voor 10 euro ben je dronken? Ja. Dat is mooi man, hey. Hey. Waar is mijn tijd gebleven man? Ja. Hè? Leuk. Dan denk je dat je alles gezien hebt en toen zegt hij, we zijn er nog niet. Ik heb nog iets moois. Een dakterras. Ik denk, veel gek moet het niet worden. Nou, dan neemt hij me mee naar buiten en dan ga je eigenlijk een soort artiestentrap op naar boven. Ja, dan kijk je om je heen en denk je, waanzinnig. Nou, dit is het zomerterras. Ja, dit is ook gaaf, man. Dit is, dit bouwen we dus elke zomer bouwen we dit om eigenlijk tijdens meer zonnestraaltjes te pakken en tijdens de ontvangstweek dus ook hier meer mensen te kunnen, te kunnen laten zitten en te kunnen laten. Dat is nu eigenlijk het idee tijdens corona is dat hier dus de mensen hier kunnen borrelen ook op het zomerterras. Ja. En normaal gesproken zouden hier dan ook optredens zijn en een jaarlijks festival wat we dan organiseren voor alle nieuwe aankomende studenten in Delft. Ook leuk, hè? Ja. En, een soort introductie. Ja.
Ja, dat is een mooie locatie, kan je niet wensen, man. Nee, ja, je zit hier wel lekker. Je hebt hier lang genoeg zon in ieder geval. En, ja, dat is zo gaaf. Het is echt, echt gaaf hoor. Hey. Gewoon echt centraal midden in het pand, in de open lucht. Uiteraard weer een tap. Hè? Die vind je in elke ruimte hier. Dat is ook het mooie. Maar ja, hoe gaaf wil je het hebben, joh? Je kan lekker, zeker met de coronatijd, ja, dan kan je het beste met meerdere mensen in de buitenlucht zijn. Nou, die ruimte hebben ze hier. En die benutten ze ook goed. En ja, dat is gewoon gaaf. Ja. Maar ik heb nu zo wat dingen mogen bekijken. Hè. Ik word er wel blij van, denk ik, hoor. Ja? Ik kan me wel voorstellen dat als mensen het gaan zien, dat ze denken, oké, dit bestaat ook. Ja, dat is toch een beetje een ander beeld van een centenvereniging dan. Ja, zeker. Ik ben ook aangenaam verrast. Kijk, ik weet niet wat ik moest verwachten, maar ik ben best wel een beetje onder de indruk. Nou, dat is leuk om te horen. Je mag hier tof zijn. En ik denk dat het voor iedereen een uitdaging is om hier uiteindelijk te beginnen. Ja, leuk om te horen. Ja. Wat een goede tour. En ik moet ook gewoon zeggen, ze zeggen wel ook in het nieuws komt wel eens negatief dat jongeren toch niet goed omgaan met de coronaregels. Maar als ik dan hier bekijk wat de maatregelen die zijn genomen, met de afstand van de tafels, maar ook gewoon zelfs een plastic cel hing er nog voor afscheiding. Dan denk ik, nou, zo kan het ook. Dus dat mogen we best laten zien. Zo, nou, doe het even zo, hè, hey. Corona. Nou, hartstikke bedankt dat je er was. Indrukwekkend, dat meen ik echt. Oké, nou, mooi om te horen. Ik ga hem maken, jongen. Man. Man. Wat word je hier vrolijk van? Yes. Nee, dank je wel. Ik heb er ooit een liedje van gemaakt, maar nee, het is echt super. Ik denk dat alle nieuwe studenten, die willen hier komen. Dat kan niet anders. Oké, nou. Dit is een walhalla. Ja, nou, je hoort het van de juiste persoon. Is goed, hé. Ik ga er vandoor. Succes. Tot ziens. Later. Yo. Ja, je hebt studentenhuizen en je hebt studentenhuizen. Maar deze vereniging, man.